Is 23 jaar geleden begonnen met 7 bands en 7 kroegen op één dag. Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens het paasweekend op 21 en 22 april vond alweer de 23e editie van de POB-parade plaats. Door de vele optredens, het mooie weer en de goed gevulde terrasjes was het ook dit jaar weer een groot succes. Het is de 23e editie. Het is een muzikale kroegentocht, niet gebonden aan stijl of stroming. Die traditiegetouw in het paasweekend plaatsvindt in Breda. Is 23 jaar geleden begonnen met 7 bands en 7 kroegen op één dag. En gaandeweg is het gegroeid naar een tweedaags evenement. Waarbij we dit jaar iets meer dan 40 optredens hebben op 11 locaties. 11 verschillende locaties in het centrum van Breda. Ons eerste optreden was tijdens de POB rockwedstrijd. En toen zijn we tweede geworden ook gelijk. Dat was heel leuk. En ja, POB, ja, de POB-parade, we willen eigenlijk gewoon de Bredaanse muziek zien steunen. En we vinden het heel belangrijk dat bands elkaar ook steunen. En je ziet bij de POB-parade dat je toch heel veel verschillende bands en acts leert kennen en ontmoet. En voor het eerst ziet spelen. En dat vinden wij heel leuk. Het is toch een beetje een podium voor beginnende bands. En dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te hebben in Breda. Ja, ik zal er zomaar een paar uitlichten. Wind Up Space speelt vanavond als afsluiter in Café de Vulling. Dat is een band die gewoon echt heel erg goed gaat, stevige rock. Maar we hebben ook wat eerder op de avond nog Stins, die spelen bij Sam Sam. Dat zit meer een beetje in de soul, pop, jazz-achtige hoek. Dus is wat leuk en wat mooier. Dadelijk begint hier bij Café de Kleine Wereld Sanne van Hellemond. Dat is een singer-songwriter, nog vrij jong. Dus dat is iemand die zich nu nog vooral aan het ontwikkelen is. Liedjes aan het schrijven. Steeds wat meer liedjes van zichzelf probeert te brengen en wat minder covers. En ja, dat is gewoon heel interessant om zo iemand zeg maar een jaar of anderhalf, twee geleden te zien. Toen ze heel klein, onbevangen zat. En nu inmiddels al gewoon vele optredens verder is. En dat je ziet dat zo iemand ook gewoon kan groeien in het muzikantenbestaan. Breda Nu. Je weet het meteen.